Morning YouTube! Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en vandaag heb ik voor jullie, tenminste voor de meeste van jullie, een hele vreemde gameplay. En dan komt, ik speel hier met USA's. Nou, ik speel de laatste tijd helemaal niet meer met shotguns. Toevallig zat ik van de week ook weer even te kijken op het kanaal van Mike Shulty. Nou, ik volg hem al heel lang natuurlijk. Maar goed, die speelde natuurlijk met een shotgun. Dat is echt zo'n shotgun master is dat. En volgens mij speelt hij echt alleen maar met shotguns. Vanaf dat hij een jaar of vijf was, denk ik of zo. Want hij is er zo verrekte handig in. Maar goed, ik had zoiets, nou weet je wat, ik had het ook al een keer gedaan. Ik had het al een paar keer had ik het al gedaan op MW3. Nou, nu heb ik het al heel lang niet meer gespeeld. Tenminste, niet meer met de shotgun. En dat, ja, ik vind het eigenlijk toch wel heel erg leuk om te spelen. En ja, ik had zoiets, nou weet je wat, ik ga hem gewoon instellen. En dat kwam ook eigenlijk een beetje, ik was het zat. Ik zei tegen Pudina, want daar speelde ik mee. Ik zei, Pudina, moet je horen, dat was de avond ervoor. Ik zei, ik ben het zat, ik ga nou gewoon eens een keer met die shotgun weer spelen. Nou, het ging niet zo heel erg super. En ja, dit potje had ik zoiets, nou weet je wat, ik ga er een silencer op gooien. En even kijken wat er dan gebeurt. En toen ging het eigenlijk uit mijn, tot mijn verbazing ging het eigenlijk best wel goed met silencer. Ik had hier ook geen damage op of zo, dat heb ik nu wel. Dus ja, ik hoop dat jullie eerder gewoon een mopje kunnen zien met de USA's dan. Ik ga wel mijn best doen daarvoor en ik wil die zeker behalen. Gewoon een keer een shotgun, een shotgun MOAB. Dat heb ik nog niet behaald, dus dat ik zoiets, nou weet je wat, dat vind ik gewoon leuk om even te proberen. En gewoon eens even kijken of ik dat kan behalen. Dus ja, dat lijkt me erg leuk. Laat het ook even in de reacties weten of jullie het ook leuk vinden, ja of nee, dat ik dat even ga proberen. Nou ja goed, deze is ook al bijna level 30, dat zei ik al. In het begin speelde ik er ook al een keer mee. En ja, dus level 30 is hij zo wat. Dus ik heb hem ook alweer bijna goud. Dus dat is helemaal cool natuurlijk. Dan hoor ik er helemaal bij. Dan ben ik ook stoer. Nou, maar goed. Dan komt er natuurlijk weer de vraag. Jeff, hoeveel wapens heb je gehaald? Nou, ik zal het even niet weten zo uit mijn hoofd. Dat zou ik echt even moeten opzoeken voor jullie. Maar in ieder geval de MP7 en zo. Dat soort dingen heb ik wel gehaald. Maar ik moet even kijken. Ik weet niet precies hoeveel en wat en hoe en waarom en waarvoor. En ja, hoeveel en dat soort shit. Dat weet ik even niet zo uit mijn hoofd vandaan. Oké, de laatste tijd krijg ik veel de vraag, Jeff, ik wil wat bestellen bij Xbox Totaal. Nou, dat kan helaas niet, ze zijn nog steeds bezig met de website. Ik had al van de week al een keer contact gehad met degene die, ja, dat is eigenlijk gewoon een tussenpersoon eigenlijk. Die zei ook al tegen mij, Jeff, ja, ze zijn nog steeds bezig met die website. Dat komt omdat ze ook bezig zijn voor PlayStation en voor PC. Zodat je daar ook punten en dingen voor kunt kopen. Dus daar zijn ze mee bezig. De hele website die wordt omgebouwd. Als je daar gaat kijken ook. De website is wel gewoon toegankelijk. Maar ja, je kan niks kopen daar eigenlijk. Volgens mij is alles, misschien op één of twee dingetjes na, is dan niet uitverkocht. Maar voor de rest is alles uitverkocht. Ja, dat heeft gewoon allemaal mee te maken dat het gewoon, ja, met die verbouwing van die website eigenlijk. Van de week kreeg ik ook al een berichtje van Jeff. Je hebt ook niet meer die reclame in je beeld. Nou, dat klopt. Dat heeft dus daarmee te maken. Want ik krijg gewoon redelijk vaak gewoon de berichten. Ook als ik live speel van Jeff, hoe zit dat nou? Nou, bij deze jongens, dan zeg ik het gewoon even allemaal tegen jullie. Dat komt dus gewoon door de verbouwing. Het gaat wel weer open. Wanneer, weet ik niet. Het is wel weer zo dat jullie daar gewoon je spulletjes weer kunnen bestellen. Maar wanneer dat precies is, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik ook nog geen antwoord op gehad. Het tussenpersoon die ik heb, die wist dat ook niet. Dus vandaar, dan weten jullie even hoe of wat en hoe het allemaal in elkaar steekt. Nou, zoals ik net ook al zei, MW3 was ik van de week ook al zat. Toen ben ik MW2 gaan spelen. En ja, ik ben daar level 20 nu. Op tijd terug heb ik het nog een keer gespeeld. Ik heb die game geleend van een maat van me, van Ruben, van Vlietje. En ja, Vlietje die, ja, ik weet het niet, die speelde het nooit. En ik had toen die games opgehaald bij hem en ik heb ze eigenlijk nog steeds leggen. En van de week zat ik even te kijken in mijn kastje waar al mijn games liggen. Toen had ik zoiets, hey, what the fuck, MW2 heb ik hier nog. Ik denk, nou, laat ik gewoon eens een keer die gaan spelen. En toen had ik ook alweer zowat een nook gehaald. Tenminste, zo wat. Ik zat op mijn 17, 18 streak. Op zich was het best nog wel lekker hoor. Maar ja, als je dat eigenlijk nooit hebt gespeeld. Ik joinde ook gewoon een potje, dacht ik daar al. En ja, dat ging eigenlijk best wel lekker. Nou, hebben jullie zoiets in Jeff? Dat willen we ook wel zien. Nou, laat even weten in de reacties. Dan laat ik dat ook weer even zien. Maak daar een commentary bij. En ja, het is vrij lastig. Die gasten die spelen al een aantal jaar natuurlijk die game.
En als jij er gewoon in komt als noob, je weet die mappen niet en dat soort dingen. Ja, dan loop je toch af en toe gewoon de verkeerde kant op, weet je. Want dan loop je gewoon ergens naar binnen waar het gewoon doodloopt of zo, weet je. Dan loop je eerst naar, wat de fuck is dit dan? Maar goed, ja, op zich ging dat wel vrij aardig. Ik weet niet eens die map hoor, die naam. Ik heb echt geen idee, ik weet het echt niet. Maar goed, ja, ik zou zeggen van, nou ja, goed, wil je hem gewoon zien? Laat het gewoon even rustig weten in de comments. Dan ga ik daar gewoon voor zorgen dat ik daar van de week... Oh, sorry hoor. Dat ik daar van de week een commentary over maak. En dan, of tenminste volmaak met die gameplay op de achtergrond. Dat lijkt me wel erg leuk. Ja, goed. Ik zit even te denken, want ik wou nog wat vertellen. Maar dan heb ik het weer niet opgeschreven. Ik schrijf het eigenlijk nooit op. Maar dan heb ik nu weer zoiets van, wow, what the fuck, wat was het ook weer? Wat wou ik ook weer gaan doen? Ik wou nog wat vertellen. In ieder geval, vanavond... wil ik weer een nieuwe DSV opnemen. Ik had het gisteravond ook opgenomen. Toen hadden we met 3 potjes gespeeld. En het was een beetje kloten. De ene keer viel er iemand uit de party vandaan. De andere keer drukte iemand zijn moeder. Die rukte die Xbox eruit. Of die trok de stekker eruit. Weet ik veel. Dat liet hij me dan weer weten via een privébericht. Via Twitter. Maar ja, goed, dat is allemaal geen probleem. Maar ik kan niet een berichtje gaan lezen tijdens het opnemen op Twitter. Weet je, dat doe ik niet. Dus... volgende keer als je dan gewoon, weet je, je bent weg. Kijk, nu kon ik het achteraf lezen van, oh, oké, dat was er aan de hand. Maar het was gewoon irritant, weet je. Nou, de andere keer kwam een broertje binnenrennen bij iemand. Of een vader of een moeder. Nou, dat werd ook meteen een hoop gegil en gedaan. En toen ik zoiets, what the fuck, wat een opnames. En dit heb ik eigenlijk nog nooit zo erg aan de hand gehad. Dat er van alles eigenlijk misging. Dus ja, we hebben 2 uurtjes opgenomen. Ik had geloof ik 3 gameplays of zo. Dus dat schoot helemaal niet op. Maar goed, ja, we hadden het dus ook geprobeerd op MW3. Nou, ik vond het eigenlijk niet zo heel erg leuk. Wie is wie op MW3? Nee, het moet echt wel gespeeld worden op Black Ops 2. Vind ik wel. De game zelf vind ik niet zo heel erg leuk. Ik vind het een beetje verkrept allemaal. Een beetje gewoon een kut game. Maar voor wie is wie is het eigenlijk onwijs vet. Gewoon leuk om te doen. Ja, dat is gewoon een heel leuk spelletje. Volgens mij, als er mensen ook zijn van Jeff en willen het ook gewoon een keer zo spelen, wie is wie, dan kan dat. Als je naar mijn vol toe gaat, dan kan je hem als het goed is, kan je hem daar ook uithalen. Hij heet ook mes. Als je die dan inlaat, dan heb je gewoon de instellingen voor wie is wie. En dan zou je gewoon zelf met je vrienden ook wie is wie kunnen spelen. En ik merk ook gewoon, weet je, het is best wel populair. Tenminste, ja, populaire serie geworden op mijn kanaal. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Alle leuke reacties. Ja, af en toe krijg je dan nog wel eens een berichtje, hey, dat heb je van die en die Amerikaan. Nou, dat klopt ook wel. Normaal heet dat spel zo en zo, ja, dat klopt ook. Maar, ja, ik weet even de benamingen niet. Maar goed, ik heb het gewoon een eigen draai eraan gegeven. Ik heb het gewoon genoemd wie is wie. En, ja, ik ben natuurlijk niet de bedenker. Ik kreeg laatst ook een berichtje van, jij vindt het goed dat ik het ook ga uploaden. Nou, dat is allemaal geen probleem, dat kan je ook gewoon doen. Maar zet er dan wel bij van, dat je het in ieder geval met mij besproken hebt of wat dan ook. In overleg met Team Dief of zoiets. Weet je, misschien krijg je anders gewoon haat. Het is niet dat ik reclame, of dat je een reclame van mijn kanaal maakt. Maar anders krijg je misschien haat van, ah, dat doet Team Dief ook al. Weet je wel, dat soort gasten heb je er ook altijd bij zitten. Maar goed, ook voor degene die het gewoon nu ook horen. Jongens, ik vind het allemaal geen probleem als iemand anders dat ook uploadt. Want ik upload ook gewoon Domination. En ik upload gewoon ook, weet ik veel wat, weet je, Team Deathmatch. En iedereen doet dat. Vaak krijg je ook wel eens te horen van, ja Jeff, je zegt iets, maar dat zegt een ander ook altijd. Ja, hallo. Dat zegt ook iedereen. Hallo. Weet je, ik bedoel, waar gaat het over? Af en toe gaat het gewoon helemaal nergens over in de comment sectie. Maar ja goed, het maakt niet zo heel veel uit. Ik heb zoiets van, nou ja goed, ik doe gewoon mijn eigen ding. Bevalt het je niet, ga je gewoon weg. En ja, zo zit het gewoon eenmaal. Dan ga je gewoon unsuppen. Ik gebruik het altijd. GTST vind ik ook niet leuk. Kijk ik ook niet naar. Dan hoef ik ook geen. Ik stuur ook geen mails daarna van. Ik vind het niet leuk. Stop het nou gewoon met uitzenden. Want ik vind het niet leuk. Ja, het is mijn mening. Dus dan mag ik het zeggen. Nou, dat is bullshit natuurlijk, hè. Want als je het zo gaat bekijken van. Ja, Jeff. Naar het televisieprogramma wat jij niet leuk vindt. Ga je toch een mail sturen? Nee, dat klopt. Maar doe dat dan ook niet bij YouTube, weet je. YouTube, zo moet je het ook een beetje zien. Ik upload gewoon waar ik zin in heb. Ik upload gewoon wat ik wel leuk vind. En ja, soms zitten er dingen tussen wat jij misschien niet leuk vindt. En natuurlijk, zoals Wie is Wie is een dagelijkse serie. Iedere dag gewoon om 7 uur lekker online. En ja, dat doe ik gewoon voor degene die het wel leuk vinden. Hetzelfde als Ome Henk, weet je. Dat doe ik natuurlijk met, Battlefield 3. Nou, speel gewoon een potje Battlefield 3. Daarbij doe ik gewoon een Ome Henk verhaal. En ja, vind je dat niet leuk...
Het staat al in de titel, klik het dan gewoon niet aan. Ik zou zeggen, jongens, we sluiten af. 37 om, even kijken, 16 als ik het zo goed kan bekijken. Bedankt en tot later. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje achter te laten en volg me op Twitter. Want daar laat ik weten wanneer ik ga opnemen. Tenminste, hoe laat ik ga opnemen. Ciao.